Doodangsten heeft de bejaarde vrouw uitgestaan. In haar eigen woning zat ze dagelang opgesloten en mishandeld door twee mannen. De vrouw wist uiteindelijk te ontsnappen en werd gevonden door de buren. Mijn vriendin ging met de hond naar buiten en die kwam de buurvrouw beneden tegen. En uh, toen is mijn vriendin weer naar boven gekomen van, jongen, er zijn problemen. De buurvrouw legde al twee dagen in het traphuis te slapen. Ja, ze zat te vertellen. De rollator was afgepakt. De wandelstok was afgepakt. En dat ze. gewurgd en geslagen werd. En vanaf dinsdag alleen de slaapkamer gebruik mocht maken. Want de slaapkamer en de douche. Dus ze was echt mishandeld, zeg maar. Ze was echt mishandeld. Ze mocht niet praten. Ze mocht niks. Nee. Hier op de grond onder de trap werd ze gevonden, volledig in paniek. Toen de politie erbij werd gehaald, werd duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld in haar flat. De bejaarde vrouw had namelijk al langere tijd een 32-jarige dortenaar naar een huis genomen die op haar paste. Maar twee weken geleden nam deze man nog iemand mee. Ja, en toen is het hommels geworden hiernaast. Toen ging het helemaal mis. En ja, toen ging het helemaal mis. Achter de deuren van haar de woning werd ze geschopt en geslagen. De vrouw is geestelijk niet meer zo sterk. En zo kon het gebeuren dat de buren haar ook niet meteen serieus namen. En ze hadden al een paar keer signaal afgegeven bij mij. En ze was al een paar keer naar de deur geweest. Van die joh, mijn sleutels zijn afgenomen en, en ik ben een beetje bang van hem. En zo, zo, zo. Dus ja, ik nam het een beetje met een koppeltje zout. Ik zei, ja, dan moet je de politie bellen. Ze zei, ja, maar je hebt de sleutels afgepakt en mijn telefoon. Ik zei, hoe kom ik nu buiten dan? Ze zei, ja, ze zijn nu even naar buiten. En dus ik moet vlug weer naar binnen als voor als ze terugkomen. Als hij als dit geweten had, hadden we veel eerder een bel getrokken. Ja. Hoe kan je dit nou een aan aandoen? En dat vind ik het ergste. En mensen die goed van harte, goed van vertrouwen. Het is een heel bizar verhaal, en uh, ik hoop het ook daarmee mee te maken eigenlijk.